welkom bij deze nieuwe video. Het is weer herfst, dus het is weer tijd voor een herfst makeover. Zo'n video heb ik afgelopen jaar ook gemaakt. Ik probeer altijd per seizoen weer zo'n video te maken. En ik was het bijna vergeten dit jaar. Dus ik ga weer vandaag mezelf een complete herfst makeover geven. En dat houdt in niet alleen make-up, maar ook kleding. We gaan beginnen met de make-up. En dan op het einde heb ik ook nog een aantal leuke herfst outfits voor jullie. Allemaal nieuwe kleding. En dan kunnen jullie alles lekker shoppen. Alles wat ik vandaag gebruik en laat zien staat ook beneden in de beschrijving. En ik heb niet alleen nieuwe kleding, maar ik heb ook nieuwe make-up. Vandaag ga ik een prachtige herfst make-up look maken met zowel oude make-up als nieuwe make-up. Want ik heb van Lyko een heleboel nieuwe make-up ontvangen. Echt helemaal nieuw. Ik heb het nog nooit gebruikt. Voor de mensen die Lyko niet kennen, Lyko is een beauty website met make-up, skincare, haarproducten, meer dan 55.000 producten en meer dan 1000 verschillende merken. Sommige bekende merken zoals Lancôme, MAC Cosmetics, zelfs Essence en Catrice. Maar ze hebben ook een heleboel meer onbekende merken voor ons. En ze hebben ook een heleboel Scandinavische merken. Dus je kunt ook wat nieuwe producten proberen als je dat zou willen. En ik heb dus een aantal make-up producten bij hun uitgezocht die ik vandaag ook ga proberen in deze video. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Als je vandaag iets wilt shoppen, Lyko heeft me ook een kortingscode gegeven. Staat hier in beeld en beneden in de beschrijving. En dan heb je 15% af van je gehele order. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze herfst makeover. Als ik stijl haar had gehad, dan had ik misschien ook een leuke haarlook gemaakt. Maar ik heb krullen. Met krullen valt er niet echt heel veel te doen. Dus het is gewoon los en klaar. Ik ga even mijn haar uit mijn gezicht halen. Het enige wat ik al op heb is dagcreme en mijn wenkies. En that's it. Oh, ik ben echt zo benieuwd naar deze nieuwe producten, jongens. Ik heb MAC. Ik heb Stila. Ik heb Inika. Een biomerk. Ik ben echt zo benieuwd. Oké. Ik ga als eerste beginnen met mijn gezicht. En ik ga mijn gezicht primen met de NYX Plump Right Back Primer. Eén van mijn fave gezichtsprimers. Hij is echt fantastisch. Hij plumpt echt. Je ziet echt dat gewoon je gezicht iets meer straalt en iets meer strak staat, zeg maar. En dat vind ik hier heel fijn aan. En je make-up blijft lekker lang zitten. En het droogt je huid niet uit. Vooral in de winter, herfst is het allemaal een beetje droog. Dus dan vind ik het fijn als er iets onder mijn make-up zit, wat mijn huid niet zo uitdroogt. Want ik heb al een droge huid, als je begrijpt wat ik bedoel. Een beetje laten inwerken. Het ruikt ook echt heerlijk. Ik ga vandaag echt voor een full glam make-up look. Het wordt wel soft glam, dus heel mooi draagbaar. Beetje bruinige kleurtjes, echt ideaal voor de herfst. En ik ga dus in met een volledig dekkende foundation. Eentje die ik al eventjes niet heb gebruikt, maar wel echt geweldig vind, is de Zara foundation. Hier heb ik ook een hele video over gemaakt, als het goed is. En deze is echt geweldig. Ik heb hem in de kleur W923. Dit was wel de kleur toen ik zelf een bruiner op heb. En die heb ik nou niet op, maar we gaan het gewoon finessen. Ik heb hier gewoon mijn beauty blender. Ik ga even mijn oorbellen uitdoen. Deze is echt zo fijn. Hij blijft heel erg goed zitten. Hij heeft een volledige dekking. En is ook een mooie mat, maar niet uitdrogend, zeg maar. Dat vind ik heel fijn. Oh, de kleur matcht op zich nog wel gewoon. Dan is het tijd voor concealer. Ik ga een van mijn nieuwe fave concealers gebruiken. Sinds ik hem heb, is het echt al mijn fave. En dat is de nieuwe Huda Beauty Concealer. Deze heb ik in de kleur Cookie Dough 4.3N. Deze is echt zo fijn. Je hoeft helemaal niet veel aan te brengen. De kleur is fantastisch. Hij is mooi mat. Volledige dekking. Maar is niet te dik op de huid. Ik vind hem echt fantastisch. En ik gebruik letterlijk alleen maar dit. En voor mij is dit echt weinig. Normaal ga ik echt in met heel veel concealer. Maar hierbij hoeft dat gewoon echt niet. Ik vind ook altijd dat je in de herfst en de winter wat meer make-up op kunt doen dan in de zomer, lente. Want in die tijd is het wel echt warm. En echt alles smelt er gewoon vanaf. Dus dan vinden vaak mensen het niet fijn om wat meer make-up op te doen. Terwijl in de herfst is dit juist echt ideaal. Want echt bijna niks gaat er af. Het weer is gewoon helemaal droog. En echt helemaal niet warm of zo. Dus dan is het juist het moment om lekker te plamuren. Oh, mijn huid ziet er echt geweldig uit. Kijk even hoe mijn gezicht gewoon nog straalt. Terwijl ik echt alleen maar matte producten heb aangebracht. En dat komt echt door die primer eronder. Dus zo geweldig is die. Daarom wil ik die ook heel vaak gebruiken. Oké, dan heb ik iets nieuws van Lyko. En dat is voor blush. Maar het is lipstick. Maar het is ook te gebruiken als blush. En dat zijn deze lipsticks van Jason Wu. Is echt een heel betaalbaar merk. En ze hebben een heleboel beetje nude bruinige kleuren lipsticks. Ik heb de kleur Cannoli. En je kunt ze dus niet alleen als lipstick gebruiken. Maar ook als blush. En dat ga ik nou even doen. Ik heb de kleur gewoon online gekocht. Dus ik hoop dat het een kleur gaat zijn die mij een beetje matcht. Oeh, heel mooi. Beetje bruiner. Heel mooi als lipstick. Is dit niet de perfecte herfstkleur? I love it. Ik weet niet of het iets gaat zijn als blush die kleur. Maar misschien wel. We gaan het gewoon proberen. Ik ga het gewoon letterlijk zo gelijk aanbrengen. Het is wel echt een hele mooie kleur. Heel creamy. Oké, je moet het echt uitblenden met een kwast. Niet met je spons, anders blend je het helemaal weg. I love it. Hier heb ik het dus gedaan met de spons. En is het gewoon weggegaan, dus dat moeten we niet hebben. En ik wil altijd best wel wat blush, want dat vind ik gewoon mooi. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Jij kunt het gewoon doen wat jij wilt. Oh, wauw. De kleur is echt heel mooi.
Kijk even dit. Echt een perfecte herfstkleur. En als je straks dezelfde kleur hebt op je wang als op je lippen, geeft dat echt een heel mooi effect. Alsof je make-up zo heel mooi samenkomt, zeg maar. Oh wow, ik was een beetje bang dat de kleur niet heel mooi ging zijn als blush. Maar het tegendeel is bewezen. Kijk hoe mooi. Echt perfecte herfstkleur. I love it. Scheelt me ook weer plek in mijn make-up bag. Want dan hoef ik niet en een blush en een lipstick mee te nemen. Dan een losse poeder. Ook gewoon mijn fave van Laura Mercier. Er is geen betere poeder dan deze. I love it. Jongens, mijn gezicht ziet er nu echt al fantastisch uit. Jammer dat ik vandaag niks ga doen. Ik heb vandaag helemaal geen planning of zo. Maar nou ben ik straks helemaal zo mooi opgemaakt. Een beetje voor niks, maar ja, whatever. Dan een Catrice paletje om mijn neus te contouren. Een van mijn fave betaalbare paletjes. En ik mix deze beide kleuren. Zo, en als ik de contour heb gemaakt, dan ga ik in met deze lichte kleur. En die breng ik dan zo hier aan. En dat laat je neus nog smaller lijken bij beide kanten. Kijk, dat maakt echt een groot verschil. Alsof je neus ineens zo smal wordt. Dus dat doe ik ook altijd. En dan ben ik klaar met de neuscontour. Dan is het tijd voor wat fixing spray. Ik heb deze van Makeup Forever. Deze heb ik volgens mij ook van Lyko ontvangen ooit. Deze spray hydrateert echt fantastisch. Ik gebruik altijd een waterige spray. Want dan gaat alle make-up zo in elkaar smelten en in je huid. En dan is het alsof je wat minder make-up op hebt. Terwijl je toch best wel wat op hebt. Even mijn oorbellen weer in doen. Dan ga ik voor nu eventjes stoppen met het gezicht en beginnen aan de ogen. Voor de verandering heb ik geen oogschaduwpalet. Maar wel andere producten. En dat is deze Liquid Eyeshadow van Stila. Al jaren, letterlijk jaren, raved iedereen op YouTube over de Stila eyeshadows. Nog nooit heb ik ze gehaald. Heel raar, want ik ben wel zo'n persoon die altijd iets haalt als iedereen erover raved. Ik heb hem in de kleur Contessa. Maar ik heb het gewoon nog nooit gehaald en ik had ze gezien bij Lyko. En ik dacht, ik ga ze bestellen. Want ik ben niet een hele grote fan van liquid eyeshadows. En dat is ook misschien waarom ik ze nog nooit heb besteld. Maar ik dacht, nou weet je wat. Ik als YouTuber moet deze minimaal één keer hebben geprobeerd. Dus ik denk, ik haal hem gewoon. Echt in een hele mooie bruine kleur. Ik dacht, ik ga echt voor bruin, want dat is echt lekker herfst. Even swatch op mijn hand. Oeh, beetje metallic. I love it. Hele mooie kleur. Ik ben heel benieuwd. Je hebt een aantal verschillende soorten liquid eyeshadows van hun. En ik heb de Shimmer & Glow Liquid Eyeshadow. En je hebt ook andere en die zijn iets meer glitterig. Terwijl dit is iets meer metallic-achtig, zeg maar. En wat ik dan basically eigenlijk gewoon wil doen is dat ik gewoon zo dit rechtstreeks aanbreng op mijn ooglid en het dan gewoon uitblend. Ik weet niet hoeveel ik moet hebben, want ik heb dit dus nog nooit geprobeerd. En dan gewoon zo inblenden. Ik wil gewoon een bruine smoky eye, zeg maar. Heel mooi. Dit wordt echt de makkelijkste herfstooglook ever. Het is gewoon letterlijk één kleur over je hele oog en klaar. Je moet wel echt snel werken, want het droogt best wel snel op. Ik ga het hier een klein beetje opruimen. Oké, dit ging echt goed. Kijk hoe makkelijk. I love it. Ik ben in shock. Ik wil ook nog wel de glitterige halen, want het was nou echt heel mooi geweest als ik iets van een glitter kon aanbrengen. Nu ga ik in met dit bruine oogpot een loodje van Benefit. Die gaat in mijn hele waterlijn. En wat ik dan doe is dat ik weer deze liquid eyeshadow pak. En een beetje met de kwast ervan afpak. En het ook op de onderste wimperrand aanbrengen. Maar echt maar een heel klein beetje. Mensen, dit is echt fantastisch. Dit is echt een van de betere liquid eyeshadows die ik ooit heb gebruikt. Vooral ook gewoon hoe het helemaal zo blendt. Het blendt echt gewoon fantastisch. Alsof het gewoon poeder is. Ik ben aan het twijfelen of ik een winged eyeliner ga aanbrengen of niet. Normaal doe ik dat wel, maar misschien voor de verandering een keer niet of zo. Ik denk dat ik gewoon wimpers ga aanbrengen en alles. En dan misschien nog daarna beslis dat ik het alsnog ga doen. Maar voor nu niet. Want ook van Lyko heb ik een nieuwe mascara. De MAC Stack mascara. Nou, als deze niet is overhyped, dan weet ik het ook niet. Iedereen vindt hem echt geweldig. En ik dacht, deze moet ik proberen. Kijk, hier staat ook een before en een after foto. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een lash lift gehad. Dus we kunnen mijn wimpers nu gewoon goed zien. Dit is de verpakking. Hele aparte verpakking. Oeh, en dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij ziet er wel echt goed uit, moet ik zeggen. Iedereen vindt hem echt geweldig. Ik hoop ik ook. Hij brengt in ieder geval al heel fijn aan. Deze is echt heel mooi. Kijk even dit. Hij geeft precies genoeg volume, precies genoeg lengte. Hij brengt fijn aan. Oh, wauw. Ik ben echt in shock. Mijn wimpers hebben er nooit zo goed uitgezien. Ook niet met de lash lift. Mascara kan zoveel verschil maken. Ik ga het gewoon zeggen, dit is de beste mascara die ik ooit heb geprobeerd. Wauw, hij kost wel wat, want het is MAC obvious. Maar echt heel mooi. Het maakt ook helemaal niet klonterig. Het defineert echt. Als dit een naturel look was geweest, dan had ik het gewoon zo gelaten en niet eens nep wimpers aangebracht. En dit zijn slechts twee laagjes. MAC heeft het echt goed gedaan met deze. Jongens, deze MAC Stack mascara.
fantastisch. En dan heb ik ook nep wimpers van Kleon Cosmetics. De laatste keer dat ik make-up bij hun heb besteld, bij Lico, heb ik dus gewoon voor de gok Kleon Cosmetics wimpers besteld in de stijl baby. Dat waren deze. En ik was zo in shock van hoe goed ik ze vond. Ik heb ze echt doodgedragen. Ze zijn nou wel een beetje klaar, maar ik heb ze echt doodgedragen. Deze stijl baby is heel lang, maar nog wel heel naturel. Dus ik dacht nu van, laat me een andere stijl van hun proberen. Dus ik heb nou hier de stijl Jealous. En dat is een iets meer cat eye wimper. Ik zal het jullie laten zien. Kijk, zie je? Hij wordt zo voller naar buiten toe. En ik hou altijd wel van een goede cat eye look. Deze kwaliteit wimpers van hun is altijd echt fantastisch. Dus daarom heb ik hem weer besteld. Dus deze ga ik even aanbrengen. Daar ben ik weer. Wimpers zijn aangebracht. En ik heb ook een wing aangebracht. Ik wilde toch gewoon een wing aanbrengen. Want dat vond ik toch mooier staan met de look. Nou gaan we verder met het gezicht. Ook van Lico heb ik deze Inika bronzer ontvangen. Inika is een biologisch make-up merk. En mijn zus, die alleen maar bio make-up gebruikt, heeft mij gezegd dat Inika een van de betere merken is qua bio make-up. Want bio make-up is nog niet echt het beste make-up. Maar ze zei dat Inika al wel echt goed is. En ja, voor die prijzen mag dat ook wel. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is hoe die eruit ziet. Zo heel mooi gouden verpakking. Oeh, hij ziet er lichter uit dan online. Maar ik ben benieuwd. Ik ga het gewoon aanbrengen. Het is een klein beetje een glanzende bronzer. Ik ga hem alleen eventjes hier aanbrengen. Want dan kunnen we het verschil zien. Oh, mooi. Kijk, hier is nou nog helemaal niks. En hier is het al een beetje gebronzen. Zie je dat? Een beetje een zandkist rode bronzer. En het is ook weer niet schadelijk voor je huid. Want mensen in make-up, skincare, alles wat je op je gezicht smeert, zit zoveel gif. Ik ben al wel een beetje ook begonnen aan de bio-tour. Ik eet bijna alleen nog maar bio. Qua skincare heb ik ook allemaal bio. Alleen qua make-up niet, omdat het gewoon mijn werk is. En ik gewoon alles moet kunnen blijven proberen. Dus make-up is het enige dat ik nog niet helemaal heb veranderd naar bio. En ook nog niet ga doen. Want zolang ik hier op YouTube zit, moet ik gewoon alles kunnen reviewen. Dus that's why. Maar anders had ik mijn make-up ook veranderd. En dan heb ik ook nog deze duo van Iconic London. Dit is een highlighter duo. Ik ben ook hier heel benieuwd naar. Ik ben benieuwd naar de glow. Oeh, ook weer zo'n mooie gouden verpakking. Jongens, ik begin een trend te zien. Kijk even hoe dit, hoe mooi. Oh my gosh, stop it. Ook de verpakking is echt te luxe. Dit ziet er echt prachtig uit. Een blush en een highlighter. Echt wauw, wie gewoon. We hebben al cream blush op, maar we gaan gewoon alsnog deze blush ook aanbrengen. Dus ik begin met deze. Ook een hele mooie roze kleur. En het is glowy. Oh, dit is echt heel mooi. Ik ben in shock. Het heeft ook niet te veel glans. Het is gewoon precies genoeg. Vooral bij een blush wil je niet dat het helemaal zo overdreven glanst. En dan ook de highlighter. Hopelijk is hij niet te licht. Ja, ook heel mooi. Ik ben in shock. Het is wel een lichte kleur, dat wel. Maar wel heel mooi. Deze producten vandaag echt top notch. Dat heb ik allemaal echt goed uitgezocht. Het is echt heel mooi. Echt een prachtig paletje. Ook heel fijn voor to go, voor op reis. Dan heb je gelijk een blush en een highlighter in één. En je kunt ze ook als oogschaduw gebruiken. Ik heb de highlight kleur ook zo hier aangebracht in de binnenste ooghoeken. Nou, dan ga ik nou ook weer de lipstick gewoon aanbrengen op de lippen. Ik ga hem denk ik wel combineren met een lippotloodje. Drie keer raden welke. Sweetie lippot, een loodje van Morphe. Jongens, hij is echt al bijna op. Kijk even dit. Heel mooi. Kijk dit. Het is een beetje een oranje pumpkin vibe. Geeft me een beetje pompoen vibes. En dan last but not least, om de make-up de hele dag goed te houden, mijn Maybelline Lasting Fix Fixing Spray. Nou mensen, dit is dan de make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt prachtig. Echt, de winnaars ook van vandaag qua de nieuwe make-up van Lico is zeker deze mascara. Ik ben in shock. Deze is echt fantastisch. Deze lipstick vind ik ook heel mooi. Zowel op de lippen als op de wangen. Eigenlijk alles. Eigenlijk alles wat ik van hun heb gehad. Deze bronzer, deze highlight, deze Stila oogschaduw. Alles was eigenlijk gewoon heel mooi. Alles wat ik vandaag heb gebruikt is echt een win. Dus als je goede make-up zoekt, ik raad letterlijk alles aan wat ik nou op mijn gezicht heb aangebracht. Ik vind het echt heel mooi. Dit is echt een hele makkelijke, soft glam herfst make-up look. En ik hoop dat jullie het mooi vonden. Als je dus iets wilt hebben, alles staat beneden in de beschrijving. En vergeet ook niet mijn kortingscode te gebruiken. Oké, maar het is een makeover. Dus niet alleen een make-up, maar ook kleding. Dus we gaan nou verhuizen naar mijn slaapkamer. En dan gaan we beginnen aan de leuke fashion look. Mensen, ik heb weer kleding ontvangen van Chiquelle.com. 4 kledingstukken. Ik heb het al opengemaakt. En het zijn echt kledingstukken voor de herfst. Ideaal. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Chiquelle is echt een fantastische kledingwebsite. Linkjes staan beneden allemaal in de beschrijving. En ze hebben echt de beste kwaliteit kleding. Kijk even deze stof hoe dik. En ik ga gewoon gelijk even hiermee beginnen. Dit is echt een to-go herfst piece. Elke herfst weer heb ik zulke kledingstukken. Het is gewoon een hele grote trui. Eigenlijk is het een soort van trui.
jurk. Want het overvalt echt heel lang. En dan met een col. En deze zijn altijd echt super fijn. Ik heb ze vaak in het bruin en in het zwart. Nu dus in het bruin. En deze kwaliteit, jongens. Het voelt zo zacht aan. Konden jullie het maar voelen. Welke maat heb ik deze? One size. Dus het is gewoon één maat voor iedereen. En ook heel mooi zo met een riem. Ik ga jullie helemaal laten zien hoe ik het zou dragen. Nou mensen, is dit herfst of is dit herfst? Heel leuk met zo over de knee boots. Deze boots zijn van de Zara, by the way. Hij valt ook zo heel mooi naar binnen. Zie je dat? Hij gaat zo wijd en dan naar binnen. Dat vind ik heel fijn. Kijk, het gaat echt zo. Het plakt zeg maar zo aan je benen vast. Dat vind ik fijn. En het is ook echt lang genoeg. Ik ben 1,64 meter. Ik vind hem echt geweldig. Lekker warm. Lekker comfy. Maar nog wel heel fashionable. Dus dat vind ik echt heel leuk. Heel leuk met een grote zwarte tas. En dan een grote jas. Grote winterjas zeg maar. Echt heel erg leuk. Dit is echt mijn stijl. En ik hou hem ook gewoon zo wijd. Af en toe doe ik ook zo een buikriem eromheen. Om meer figuur te creëren zeg maar. Maar ik denk van nou vind ik het eigenlijk gewoon zo wel leuk. Ik vind de stijl wel gewoon leuk. Lekker makkelijk. Lekker simpel. Even het licht op mij doen. Lekker makkelijk. Lekker simpel. Echt heel herfstachtig. Ideaal voor zowel de herfst als de winter. Jongens, dit is zo zacht. Jullie hebben echt geen idee. Oh my gosh. Ik vind het echt fantastisch. Kijk even deze stof. Dit is echt een outfit voor mij. Deze ga ik ook gewoon vandaag de hele dag aanhouden. Want ik moet zo meteen weg. Over een half uur. Dus dit wordt ook gewoon echt mijn outfit voor vandaag. Met een grote jas. En dan een zwarte tas. Ik ga denk ik deze doen van de Kruidvat. Kijk, zo met deze zwarte tas. Super leuk. En je kunt ook gewoon gaan voor fully bruin. Met bruine boots en een bruine tas. Je kunt in principe gewoon doen wat je wilt. Dus dit wordt mijn outfit voor vandaag. Chiquel trui, jurk, boots van de Zara. En deze is dus van de Kruidvat. Dan heb ik hier een hele mooie klassieke rok. Gewoon een zwarte klassieke rok. Kijk deze stof, hoe apart. Het is zo'n stretchy stof. Gewoon helemaal zwart. Ik heb de maat small. En hierachter gaat het gewoon zo dicht met de rits. Zulke rokken zijn echt gewoon klassiek en ideaal te matchen met van alles. Je kunt ermee naar je werk, naar school, naar buiten, naar een feestje, naar de club. Je kunt er gewoon van maken wat je wilt. En ik wilde het dus combineren met deze zwarte top. Kijk, gewoon een hele simpele zwarte trui in de maat small volgens mij. Small, ja, maar het small. Gewoon heel simpel. Ik vind dit ook heel mooi zo, dit geroosd. I love it. En dit lijkt mij wel een cute outfitje zo samen. Gewoon de mouw is gewoon heel lang, ook weer lekker stretchy. En een hoge hals. Ik hou altijd van een hoge hals. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Nou mensen, deze outfit is zo simpel, maar zo mooi en classy. Ook ideaal als je op kantoor werkt of zo. Ik vind het echt heel erg mooi. I love it. Ook deze rok. Hij is een beetje zo wijd onder. Dus niet helemaal zo overdreven strak, zeg maar. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind ook de top heel erg mooi. Hij sluit echt geweldig aan. Helemaal mooi strak. En hij schijnt niet door. Dus dat is ook belangrijk. Stel je even voor dat je zo dit draagt met een lange zwarte trenchcoat. Of een felrode trenchcoat. Of een rode tas. Of boots. Hoge boots. Als je het nog meer winterproof, herfstproof wilt maken. Ik vind het echt heel erg mooi. En de rok is ook echt heel mooi voor je figuur. Hij sluit helemaal mooi aan en maakt je mooi slank. En dat vind ik altijd heel belangrijk. Ja, echt heel leuk dit. En natuurlijk ook gewoon los van elkaar te dragen. Deze top is ook heel leuk met gewoon een broek. En deze rok is ook weer heel leuk met een blouse. Als je het nog meer classy wilt maken. Maar echt, I love it jongens. Ik vind het echt heel mooi. Echt fantastisch. En ook echt goede kwaliteit. Vooral deze rok, jongens. Het is zo dik. Jullie gaan niet eens begrijpen hoe dik deze stof is. Wauw. Echt 10 punten voor deze look. En last but not least, een kooltrui. Die moet ook echt iedereen hebben. Ik vind de kleur heel mooi. Een beetje zo nude. Hij lijkt grijzig, maar hij is meer bruin, zeg maar. Deze heb ik in de maat. Oh, one size ook weer gewoon. Deze kleur vind ik heel mooi. Heel veel mensen gaan in de herfst voor zwart en bruin en donkere kleuren. Maar het is juist ook heel mooi als je gewoon zo'n lichte kleur aandoet. Met misschien een nude broek of een witte broek en een bontjas of zo. Dat is allemaal heel leuk. Dus je valt juist op als je juist in de herfst gaat voor een meer lichte kleur. Dus deze leek mij ook heel mooi. Ook heel mooi zo met deze knoopjes hier. I love it. Nou mensen, dit is dan hoe ik het zou dragen met een nude broek. Dat vind ik heel mooi. De trui is ook niet al te strak. Zoals je kunt zien zit hij best wel wijd. Dat vind ik ook wel gewoon oké. Ik vind hem echt heel mooi. En je zou denken, zulke lichtkleuren in de herfst, Sarah, een beetje te licht. Maar juist omdat niemand dat doet, ga je juist opvallen. En het kan ook gewoon. Ik zou hem wel een beetje moeten strijken eigenlijk, maar oké. Ik vind het dus echt heel leuk. Echt ook een hele goede stof. En ik vind dit ook heel mooi, zo bij de armen. I love it. Deze is echt heel mooi. En ik zou hem ook zeker dragen. Lekker makkelijk, simpel. En als je een klein beetje een buikje hebt, wordt hij ook niet gezien. Want dit valt een beetje zo wijd. Ik vind hem echt heel leuk. Heel mooi. I love it.